Het dansen is er in heel veel verschillende soorten stijlen. En vandaag ben ik op een speciale plek, namelijk bij Coyote in Breda. En zijn we te gast bij Glam Entertainment. En hier organiseren ze workshops in burlesque dansen. Nou, de naam alleen al maakt mij nieuwsgierig. Dus ik ga snel naar binnen kijken of ik ook nog wat kan opsteken. Hey, hey, hi. Leuk dat je er bent. Ja. Kom verder, want er is net een workshop bezig. Nou, ik ben benieuwd. Ja, Sira, we zien hier een workshop achter ons. Is dit een burlesque workshop? Ja, zij zijn met burlesque bezig. En burlesque is eigenlijk een stijl waarin verleiding met een knipoog wordt gebracht. Het was vooral populair in de jaren 50, maar is nu weer helemaal terug. Oké, en voor wie zijn deze workshops bedoeld? Nou, onze doelgroep is met name groepsuitjes. En dan kun je denken aan vrijgezellenfeesten, verjaardagen, bedrijfsuitjes en dergelijke. Nou zien we de dames al best wel met mooie kleding aan. Moeten ze die zelf meenemen? In principe laten we dat aan de dames zelf over, want we vinden het heel belangrijk dat ze zich daar comfortabel in voelen. En wij kleden ze aan met accessoires als een boa, een verenwaaier, handschoenen. En er zijn groepen die wel helemaal in de stijl komen. Dan kun je denken aan een corset of een leuke jurk. En ja, dat laten wij dus echt aan de dames over. En burlesque is niet de enige type workshop, hè? Klopt. Wij geven ook paaldansen, chairdance en striptease. Maar het leuke is dat wij alle workshops met elkaar kunnen mixen. Okay. En wij geven dus ook combi-workshops. En nou zijn wij hier in Breda, maar jullie geven die workshops geloof ik door heel Nederland, hè? Ja, we geven de workshops op verschillende locaties. En daarnaast verzorgen wij ook de workshops op locatie, dus bijvoorbeeld een huis. En waar ik zelf heel erg veel waarde aan hecht, is dat wij echt de groepen exclusief ontvangen op de locatie. Dus er zijn geen andere groepen aanwezig of andere activiteiten bezig. En jij geeft les? Ja, ik ben onder andere ook docenten, ja. En ik treed daarnaast op. Vind ik ook heel leuk om te doen. Oh, kijk, dat klinkt leuk. Kan ik jou dan ook zien optreden vanmiddag? Daar gaan we zeker aan werken. Maar ik heb sowieso straks nog een demonstratie van onze docenten Shane. Want zij is nu nog met de workshop bezig. Maar als ze klaar is, dan geeft ze de groep altijd een demo. Dus daar gaan we wel even naar kijken. Nou, helemaal leuk. Nou, Dagmar, de meiden zitten er al klaar voor. Kijk. Shane gaat een optreden doen, dus ga er lekker bij zitten. Dan kleed ik mij om en kom ik zo ook terug voor een show. Nou, ik ben benieuwd. Helemaal leuk. Je ziet er ook heel mooi uit met veren en al. Heb je daar lang op getraind? Ja, ik doe het wel aardig wat jaartjes nu, ja. Met veel plezier. Ja, dat kan ik me voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat kijkers thuis nu denken, dat wil ik ook. Hoe kunnen ze zich aanmelden voor een workshop? Ze kunnen zich aanmelden via de website of even telefonisch contact met ons opnemen. En dan staan we gelijk voor ze klaar. Nou, ik denk dat jouw telefoon rood gloeiend staat van mij. Ja, ik hoop het wel. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel.